Ik heb hier namelijk een pakketje van Canon, hier zo. Het is namelijk een nieuwe Canon lens. En dan heb je hier zo de lens. En dan ga ik hem gewoon lekker uitzoomen en dan zie je dus het verschil. En dat verschil is best wel groot. Ja, het is echt best wel erg en best wel ziek. En dan ben ik in één keer echt super klein hier zo. Een hele goede morgen iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal kijken naar deze gloednieuwe vlog hier op dit kanaal. En net wanneer ik de vlog begin, gaat in één keer de zon weg. Ja, dat is wel heel lekker. Ik wou net zeggen, het is weer lekker weer buiten. Maar letterlijk, de zon is weg. Ja, dat is jammer. En met de magie van editen is de zon in één keer weer terug en is het hier iets lichter. Ja, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb er zelfs altijd weer enorm veel zin in. Ik ben hier zo beneden weer lekker aan het chillen met de vogeltjes. En ik begin deze vlog eigenlijk nu omdat ik een pakketje binnen heb gekregen. Best wel een belangrijk pakketje. Ook weer voor de vlogs. Ja, eigenlijk voornamelijk voor de vlogs. Dit gaat de vlogs echt 10 keer mooier maken. Dit wordt echt ziek. Alright, ik heb hier het hele mooie pakketje van Coolblue. Bom, en ik heb hier ook even deze stoel neergezet en even de camera zo. Aangezien dit zo meteen van pas komt. Ik heb hier dus het hele mooie pakketje. En laten we deze dan even openmaken. Dan kan deze doos weg. Bom. En dan heb ik hier zatgene wat ik besteld heb. En ik ben hier best wel blij mee. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik wou deze al best wel lang kopen, eigenlijk vorig jaar al. En toch niet gedaan en nu heb ik het eindelijk gedaan. En als het werkt, dan is dat super vet. Ik heb hier namelijk een pakketje van Canon, hier zo. Het is namelijk een nieuwe Canon lens. Mijn camera is natuurlijk een Canon camera. Vind ik zelf best wel een chill merk. Alleen al die tijd heb ik de standaard lens gebruikt. De 18mm tot 55mm lens. Wat in principe wel prima is. Alleen voor het vloggen wil je toch een net wat wijdere lens. Dan krijg je toch meer de omgeving te zien op de vlog. En dat geeft naar mijn mening wel echt een heel vet effect. Dus we hebben hier zo mijn nieuwe Canon lens. En dit is de EF-S10 tot 18mm. En wat dat dus inhoudt, ja, ik kan moeilijk deze lens erbij pakken. Maar de lens waarmee ik nu film is 18mm tot 55mm. En wat denk ik wel makkelijk te zeggen is, hoe hoger het is, hoe meer ingezoomd het is. Dus deze lens is van 10 tot 18mm. En deze lens ging van 18 tot 55mm. Dus deze lens heeft het laagste is 10. En dat houdt dus in dat hij echt veel wijder is. En het maximale wat deze lens heeft is 18. En dat was dus het minimale wat deze lens heeft. Dus eigenlijk 18mm is nu ook waarmee ik film. Dus dat is eigenlijk precies dit. Ik heb de lens niet ingezoomd ofzo. Als ik hem heel in zou zoomen zoals dit, dan zou die op 55mm staan. Maar hij staat nu dus op 18mm. En ja, ik ben hier gewoon echt enorm blij mee. Het is gewoon een wide lens. Een wide angle lens. En dit gaat de vlogs oprecht gewoon echt 10 keer mooier maken. Het feit dat je zoveel meer om mij heen gaat zien, dat is echt vet. En ik wou deze eigenlijk al voor de vakantievlogs van vorig jaar kopen. Dat heb ik toen niet gedaan en dat is eigenlijk best wel jammer. Want met zo'n lens krijg je gewoon echt enorme gebouwen. Krijg je gewoon echt super goed in één shot. En ik kan bijvoorbeeld ook mezelf filmen en dan sta ik er ook op. En dan zie je ook waarschijnlijk bij de meeste gebouwen echt nog het hele gebouw erop. Wat echt super mooi eruit ziet. Dus laten we hem eventjes openmaken. Hij was ook niet zo heel duur trouwens. En ik hoef ook niet het duurste van het duurste, weet je. Ik ben best wel zuinig met mijn spullen. Ik heb deze camera ook alweer 4 jaar. En ik heb ook gewoon met deze lens gedaan zonder dat die stuk gegaan is. Dus als het werkt, dan werkt het, weet je. Als eerste hebben we hier zo de boekjes. Ja, dat boeit niet echt. En dit is allemaal bubbeltjes plastic. Wat natuurlijk wel handig is. Want anders ja, beschadigt de lens misschien. Nou ja, dat is dus de doos. Ik vind de doos er ook leuk uitzien. Ja, ik had dus geen lensdoos. Aangezien deze lens zat gewoon bij de camera. Maar nou, dit is eigenlijk mijn eerste losse lens die ik echt gekocht heb. Ik heb nog een andere, maar dat is een oude Canon lens. Van mijn ouders die op hun fototoestel zat. En die werkt toevallig ook gewoon op mijn camera. Alleen die lens is dus nog ingezoomder. Ik weet even niet precies wat voor millimeter daarop staat. Maar laat ik zeggen, dat, ja, dat was gewoon hoger dan 18, weet je. Dus het is nog meer ingezoomd dan dit. En dat ziet er gewoon lelijk uit tijdens vlogs. Het was nog dan mijn backup lens. Aangezien, ja, als deze lens stuk zou gaan, dan heb ik niks meer. Dan kon ik die altijd eventueel nog gebruiken, bijvoorbeeld op vakantie. Maar nu heb ik dus ook deze. En dan kan ik deze dus als backup gebruiken. Dus hier zo hebben we dan
de lens. Ja, dus dit. En dan zit de lens nog eventjes in wat plastic. En dan hebben we hier zo de lens. Hij is echt nice. Ja, het is dus een beetje moeilijk om deze lens te vergelijken met de lens waarmee ik nu film. Aangezien ik anders dat dus niet kan filmen. Maar hij is wel een stuk breder en ook een stuk langer. En ook, ja, ik weet niet hoe je dit noemt, maar de lens is een stuk groter. Dit is dus de lensdop. En hier zo hebben we dus de lens. Of nou ja, de voorkant van de lens. Dit ziet er echt super vet uit. Dit is echt nice. En dan moet deze achterkant moeten dan dus ook vanaf. Want dit is gewoon puur bescherming. En dit moet ik dan op de camera klikken. Maar ja, hij ziet er echt super vet uit. En ik kan hem dus zo inzoomen. Ik heb momenteel de lensdop niet bij me van deze lens. Maar als we zo meteen naar boven gaan, kan ik wel even deze lensdop vergelijken met die van de lens waarmee ik nu film. Want dan kun je dus ook zien hoeveel groter die is. Maar ik zal nu in ieder geval even een foto in beeld laten brengen. Misschien meerdere foto's van beide lenzen naast elkaar. Kunnen jullie even zien wat het verschil is. Volgens mij is deze ook iets zwaarder. Maar alsnog is die echt super licht. En dat vind ik echt heel fijn. Want je hebt ook van die wide lenzen die echt enorm lang zijn. En ook echt enorm zwaar. En dan vind ik dit eigenlijk, ja, perfect. Ik ga de lens waarmee ik nu film even vervangen met deze lens. Heb ik dat nu al gedaan? En dan valt er misschien dus iets op. En dat is dat er eigenlijk niks gebeurd is. Ik heb de lens vervangen. Kijk, we hebben hier zo mijn oude lens. Dit is degene waarmee ik de afgelopen 4 jaar gefilmd heb. Maar dat komt dus omdat ik helemaal ingezoomd heb. Wat dus die 18 mm is. En dat is eigenlijk dus waar ik altijd normaal mee filmde. En wat nu dus het epische is, is dat ik nu deze lens kan uitzoomen. En dan ga je dus ook het verschil zien van hoe de vlogs nu zijn. En hoe ze dan dus veranderen naar de nieuwe lens. En dat gaat er oprecht heel vet uitzien. En dan moet je dus vooral op de zijkanten letten. En ook de bovenkant en de onderkant. Aangezien hier zie je nu een beetje van de tv. Daar zo. En je ziet hier zo tot en met de muur eigenlijk. En dan pak ik nu dus de lens vast. En dan ga ik hem gewoon lekker uitzoomen. En dan zie je dus het verschil. En dat verschil is best wel groot. Ja. Het is echt best wel erg en best wel ziek. En dan ben ik in één keer echt super klein hier zo. Ja, dit is dus mijn nieuwe lens voor het vloggen. En dan zie je dus ook, oh, er is zoveel ruimte ineens. Eerst zag je ongeveer tot dit van de tv. En nu zie je gewoon echt bijna de hele tv. Ik weet niet of je de Harry Potter trein al zag. Maar die zie je nu ook. Nou ja, eerst zag je dus tot de muur hier zo. En je ziet nu helemaal de kooi van Hermeline ook. En ja, boven en onder was het ook best wel veel. Ik weet niet per se boven. Maar onder, je zag sowieso mijn broek niet. En die zie je nu wel. En dat is het vet aan zo'n wide lens. Je ziet zoveel. Het is echt crazy. En voor mij is het ook heel handig om te vloggen. Aangezien normaal hou ik mijn camera echt super ver weg. En nu als ik hem al zo hou, dan lijkt het al super ver weg. Omdat hij dus zo wide is. En ik moet nu helemaal dichtbij zitten. Kijk, ik zit nu echt super dicht bij de lens. Maar alsnog lijkt dit best wel ver. Kijk, normaal zou ik zo ongeveer zitten voor de camera. Maar nu zit ik echt dicht bij de lens. Alleen, ja, voor jullie lijkt het niet per se of ik heel dichtbij zit. Ja, ik vind het echt heel vet. Ik vind het echt heel vet. En dit gaat er echt voor zorgen dat, ja, dat naar mijn mening de vlogs er toch wat professioneler uitzien. Ik vind het echt vet. Ik vind het echt heel vet. Ik wilde deze lens echt al super lang. En nu heb ik het eindelijk gedaan. En dit gaat voor de vakantievlogs gaat dit ook echt super mooi zijn. Omdat voor de plannen die wij hebben voor de aankomende vakantie, daar heb je ook best wel veel zicht voor nodig. Krijg je echt vette plaatjes. Dus dat gaat in ieder geval super vet worden. En dan heb ik hier zo de camera opgepakt. En kijk hoeveel je in één keer ziet. Ik vind het echt vet. Dit is wel echt een stap omhoog gewoon voor de vlogs. Dit is echt heel vet. Je ziet zoveel. Je ziet de kast daar, zo zie je ook al. Twee die normaal nooit zou zien. En ook zo, je ziet zoveel meer. Kijk. Wat? Ja, de vogels zijn hier dus lekker aan het chillen. En Hedwig die vliegt nu lekker weg. Komt ie? Je ziet zoveel meer en dat vind ik zo vet. Ja, en waarschijnlijk is het wel even wennen. Maar het ziet er vooral raar uit als je van de oude lens naar deze lens gaat. Ik denk echt wel dat over een paar vlogs dit gewoon normaal wordt. Maar ook als ik nu ga bewegen, je ziet zoveel van de woonkamer ineens. Het is echt, ik vind het echt heel vet. Ja, je ziet zoveel. Je ziet echt zoveel. Het is echt ziek. Ik ga in ieder geval even dit opruimen. Hier liggen nog alle spullen van de unboxing en de stoel en het statief. En dan gaan we lekker naar boven. Dit shot gaat er zo vet uitzien. Als ik helemaal op vakantie ben en ik ben bijvoorbeeld bij een hele vette plek, dan kan ik gewoon dit doen en dan zie je eigenlijk gewoon alles erop. Je ziet letterlijk alles. En dat is echt gewoon super vet. Ik ben echt hyped. Dit is echt vet. Ik ga alles hier opruimen. Yes, ik ben hier zo in de streamkamer en kijk eventjes die lens.
Kaboom, je ziet zoveel van de streamkamer. Het is letterlijk geflipt. Ik vind het echt heel vet. Ik ga het soms nog een paar keer zeggen van kijk eventjes hoeveel je ziet. Maar ik zal proberen het niet te vaak te zeggen. Want anders is alleen maar de vlog. Kijk dit, kijk dit, kijk dit. Het boeit ook niet zoveel, maar kijk. Het ziet er zo vet uit. Ik vind het zo vet. Het is weer eventjes tijd om de streamkamer op te ruimen. Want het is alweer een beetje een troep geworden. En ik wil het gewoon netjes houden. Dus het is tijd om even op te ruimen. Ik ga al die Indiana Jones sets ook naar de Lego kamer brengen, denk ik. Tenminste, de dozen. Ik dacht er namelijk aan om dit weg te halen. Ja, ik ben nog steeds heel erg dankbaar voor mijn streamspullen. Die heb ik allemaal kunnen kopen dankzij de Twitch streams, dankzij de donaties. En daarom stonden die dozen hier zo eigenlijk. Alleen, ja, het is toch misschien net even kut om het in de streamkamer te laten staan. Omdat het gewoon in de weg zit. Maar lijkt het gewoon zieker om dit helemaal leeg te maken. En dan hier zo de Indiana Jones sets op te zetten. Hier zo boven dus de kijkhoopplank. Ja, nogmaals, ik ben er wel echt heel erg dankbaar voor. Alleen, ik gebruik het natuurlijk ook gewoon in mijn setup daar zo. En dan vind ik het een beetje zonde om, ja, toch wel een soort van kostbare ruimte om daar gewoon dozen neer te zetten. Dus die ga ik allemaal een plekje geven ergens in de kast. Zodat ik hier andere dingen kan neerzetten. Ook die Indiana Jones doos daar zo, die ga ik ook naar de Lego kamer brengen. Die Lego spulletjes daar zo ook. En ik had trouwens ook nog twee keer de plattegrond van de Efteling hier zo. Van 2023. De vorige vlog meegenomen had ik niet laten zien in de vlog. Maar die heb ik hier. Dus die ga ik ook weer lekker toevoegen hier zo in dit vak. Want hier zo zitten namelijk allemaal YouTube en ook wel wat stream herinneringen in. En daar zo achter zit ook een andere Efteling plattegrond. Die van de tweede Efteling vlog was dat. Dus die van vorig jaar. Dus dit kan ik daar ook aan toevoegen. En ja, ik moet ook even kijken, want ik wil dit eigenlijk ook opruimen. En hier zo onder dit bureau eigenlijk ook. En dat heeft ook wel een reden, aangezien ik ook eventjes deze lens heb getest voor het streamen. Het ziet er echt vet uit. Alleen je ziet echt de hele streamkamer. Dus je ziet ook als daar troep is. Als hier onder troep ligt. Je ziet zelfs hier troep op de grond liggen. Dus ik wil dat gewoon allemaal netjes hebben. Aangezien het er op de stream ook gewoon heel ziek uitziet, deze lens. En je ziet zelfs die twee planken daar zo, zo wijd is hier. Het is echt episch. Dus ja, dan vind ik het mooier om zeg maar die dozen daarachter weg te halen. En daar gewoon Indiana Jones sets neer te zetten. Hier zo kunnen jullie ook het verschil zien tussen mijn twee lenzen. Kijk, zo groot is mijn lens die ik nu gebruik. De wide lens. En zo groot was mijn lens die ik de afgelopen 4 jaar gebruikt heb. Dat is ook dus deze lens hier zo. Dus die is wel iets groter. Hij is ook iets zwaarder. Maar beeldkwaliteit is naar mijn mening wel echt 10 keer beter. Kijk hoeveel jullie zien. Het is zo ziek. En dit is die oude lens die ik ook op mijn camera kan gebruiken. Maar eigenlijk niet doe omdat die te ingezoomd is. Deze is namelijk 35 tot 80 mm. Dus deze zoomt wel meer in als deze dus. Want deze is tot 55. Hier zo 18 tot 55. Dus dat zijn eigenlijk de lenzen die ik nu dus heb. Ik heb nu dus 3. En ja, dit verschil is best wel groot. Ik moet nog even kijken. Want ik wil eigenlijk voor de vakantie wel nog even zo'n zonnekap fixen voor de lens. Die kan je er als het goed is omdoen en dan heb je geen last van de zon, dacht ik. Ik weet eigenlijk niet hoe zo'n ding werkt. Volgens mij is het wel beter. Dus die moet ik binnenkort nog maar eventjes kopen. En dan is eigenlijk mijn vlogcamera setup is eigenlijk wel compleet. Ik heb gewoon een microfoontje, goede lens, wide angle lens, goede camera. Ik heb zo'n statief. Dat is deze die ik origineel eigenlijk voor het streamen had gekocht. Maar deze is echt heel handig voor deze camera. En dat is het eigenlijk, ja. Het enige wat ik nu nog kan doen is eigenlijk de camera upgraden. Want ja, mijn kwaliteit van de vlogs zijn wel goed. Alleen het is maar 50 fps. En je kan ook 60 fps. Alleen dat kan deze camera niet. Alleen waarschijnlijk als ik dat ga upgraden, moet ik ook een hele nieuwe lens en zo. Dus dat ga ik niet doen. Ik vind de kwaliteit zo gewoon perfect. Dus eigenlijk ben ik nu gewoon klaar met de setup voor de camera. Want dit was eigenlijk het enige wat ik nog wilde. Zo'n wide angle lens. En die heb ik nu ook. Dus dat is vet. Ik ga eventjes de streamkamer hier zo dus opruimen. En dit is hoe het er dan uitziet op stream met deze lens. Ik vind het er echt heel vet uitzien. Je ziet echt de hele streamkamer. Dus het ziet er echt live uit. Je ziet echt dit stuk van de monitorarm. Je ziet zelfs de tv hier, zo zie je net een stukje. Je ziet de twee planken. Het is echt best wel ziek. Ik moet er wel aan wennen. Want je ziet echt veel meer. Maar ik vind het ook weer clean. Ik vind het echt nice. Alleen wat ik dus net ook al zei is dat ik dan wel de streamkamer echt opgeruimd moet houden. Want echt de kleinste stukjes troep die niet aan deze kant zijn. Of eigenlijk meer hier zo. Dat zie je zeg maar allemaal. Ik bedoel, mijn laptop ligt hier. En je ziet hier net
de rand van mijn laptop. Dat soort dingetjes bedoel ik. De dozen hier zo van. Dus de spullen die ik heb kunnen kopen van het streamgeld. Die ik zo meteen allemaal weg ga halen. Die kun je ook gewoon zien. En toch ben ik daar wel een klein beetje autistisch dan op van. Het moet allemaal wel netjes. En dus ook daar zo op de kast. Dat zie je ook allemaal. Ik zal nu trouwens even een foto in beeld laten brengen van hoe de camera er nu bij staat. Het ziet er best wel gek uit. Aangezien de lens die staat echt schuin naar beneden. Omdat ik anders, als ik hem zo recht naar mij toe zet, dan zit mijn hoofd in het midden. Dat vind ik niet mooi. Ik wil wel zeg maar een klein beetje spelling hier tussen hebben. Tussen de bovenkant en mijn bovenkant van mijn kopie zeg maar. Zoals dit. Wat is dat? Ik moet er echt aan wennen. En ik zie nu trouwens ook niet meer het omklapschermpje van mijn camera. Daar moet ik ook aan wennen. Want ik kan nu dus niet zien of nu de opname gestopt is. Op stream natuurlijk wel, omdat ik dat via OBS doe. Maar nu neem ik op het kaartje. Ik zie niet of hij aan het recorden is. Het is allemaal echt wennen en shit. Maar ik denk dat het wel een hele goede vooruitgang is qua kwaliteit. Voor nu in ieder geval, omdat jullie toch alles kunnen zien, ga ik eventjes mijn webcam ga ik weer aansluiten. Daar zo, aan dat dingetje daarboven. Kunnen jullie ook zien, daar zo, ja. Die had ik namelijk losgehaald omdat ik die Lego sets toen ging bouwen op stream. En dit is wel, nou, een redelijk goede camera. Deze is ook wide angle, maar dit is een webcam en niet een camera. Dus deze gaat gewoon via USB dus mijn muur in en die komt uit bij mijn computer. Maar die moet ik weer aansluiten, dus dat ga ik even lekker doen. En omdat jullie dus alles kunnen zien nu in de streamkamer, doe ik dat dus eventjes lekker hier zo in de vlog. Dus een kleine speed-up. Steeds een korte kabeltje eigenlijk voor de backcam, aangezien ja, die kabel die is daar nu een beetje opgerold. En dat zie je hier zo boven ook net. Ja, dat moet nog even netjes, maar nu in ieder geval weer. Dus dat is top. Ja, kijk, dit is momenteel dus hoe de backcam eruit ziet. Ziet er prima uit. En eigenlijk, aan deze kant kan ik er dus ook geen troep laten, want dat zie je ook gewoon op de backcam. Ik kan het nergens een troep maken, omdat je het gewoon overal dan gaat zien op stream. Maar dat maakt niet uit. Als het een troep is, ja, I don't care. Maar ik vind wel dat het wel een beetje netjes moet zijn. In ieder geval, ik heb dus de planken hier zo eventjes gedaan, of tenminste de bovenste plank. En ik ben er eigenlijk best wel blij mee. We hebben hier de grootste Indiana Jones set van de nieuwste Indiana Jones wave natuurlijk. Staat hier zo, hier staat de andere set. En hier staat de derde set. En ik heb hier zo ook eventjes mooi mijn soundtrack van The Last Crusade neergezet. Dus dat is vet. En de box van de original trilogy van Indiana Jones. Dus dit is eigenlijk echt een Indiana Jones plankje. Terwijl hier zo nog een sticker van M&M op de plank staat. Dus dat is wel geinig. Maar ik vind dit er wel vet uitzien. Het enige wat ik jammer vind is dat deze set net een klein beetje uitsteekt. Had ik ook wel verwacht. Maar voor de rest is het wel gewoon perfect. Het ziet er ook mooi uit dus op stream. En dan moet ik hier nog een plekje voor gaan verzinnen. En dit nog een klein beetje opruimen. Dus dat ga ik nu even lekker doen. Ik ga het weer zeggen hoor. Ik vind deze lens echt ultiem ziek. Oké, ik ben even heel verbaasd dat ik gewoon mijn hele slaapkamer bijna op één shot krijg hier zo. Het is echt wild. Het leuke van dat ik 2 jaar geleden toen deze 2 kamers erbij kreeg, was dat ik een hele streamkamer heb nu. Alleen het nadeel was wel dat ik echt een best wel kleine slaapkamer hier zo heb. Wat in principe wel prima is, omdat ik daar natuurlijk alleen slaap. Alleen, het is enorm kloten met mijn kleding, want ik heb gewoon te veel kleding en het past allemaal niet in de kast. Dit is mijn kast op het moment en dit is natuurlijk ook waar mijn Star Wars collectie is met Star Wars spulletjes en hier zit ook een beetje mijn kleding tussen en ook luchtjes en zo. Alleen wat je dus krijgt bij mij is dat ik mijn kleding er gewoon in pleur. Ja, eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n netjes persoon op dat gebied. Dus daar wil ik eigenlijk ook verandering in brengen. Ik wil het een beetje netjes gaan maken. En daarom laat ik dit nu ook in de vlog zien. Als jullie iets van tips hebben of zo, laat het zeker even in de comments achter. Want ja, dit wil ik zeg maar niet meer. En ik heb dus 4 van deze vakken. Daar kan ik allemaal kleren in doen. En dan hier zo onder heb ik ook een beetje een matig plekje. Ik heb hier zo aan de linkerkant 2 vakken met mijn sokken. Dan hier zo mijn onderbroeken en hier zo mijn luchtjes. En ik ga even hier zo mee klooien, want ik wil het eigenlijk een beetje netjes maken. Aangezien hier zo buiten op de overloop, daar liggen gewoon mijn kleren op een kast. En die staan er gewoon allemaal opgestapeld en dat hoort daar eigenlijk niet te liggen. Het moet gewoon hier zo in de kast komen. Alleen omdat ik alles er altijd in pleur, past dat niet. Dus dan moet ik even iets op gaan verzinnen.
Ik moet eventjes netjes gaan maken. Ik denk ook niet dat het gaat passen. Maar we gaan even kijken. Ik weet niet waarom deze hier liggen. Maar dit zijn twee kledinghangers. En hier heb ik ook even mijn sportkleding. Dat lag hier zo al. En de rest van de kleding zal ik zo meteen even pakken. Wat allemaal op de gang ligt. Ik ga in ieder geval dit eerst even allemaal leeg halen. Hier zijn trouwens ook mijn blouses. En dan ga ik dit even opnieuw indelen. Misschien hier zo de truien en de shirts en dan de broeken. Alleen volgens mij heb ik wel echt veel truien en ook veel shirts. Ik weet niet of dat gaat passen. Broeken, andere kledingstukken. Ik moet even kijken. Alright, ik heb hier zo momenteel eventjes al mijn kleren allemaal opgevouwen. Dus dat is wel echt enorm chill. Hier zo hebben al mijn shirts. Dan daar zo al mijn broeken, al mijn truien. Daar zo zwembroeken en een paar polo's. En dan hier zo mijn sportkleding. Dit is nog niet alles, want ik heb nog wat shirts en ook best nog wel wat truien. En sowieso ook de kleding die ik nu aan heb. Dat is ook al een trui en een lange broek. En dan heb ik nog mijn groene trui en mijn witte trui. Ik denk echt niet dat dit gaat passen. Ik heb in totaal deze drie. Daaronder zitten nog meer spullen, dus dat kan ook niet. Deze drie heb ik in totaal om al mijn kleding in te doen. Ik denk niet dat het om gaat worden, maar we kunnen even kijken. Voordat ik trouwens mijn kleding in de kast ga doen, ga ik nog even bij de shirts en de truien en misschien ook wel de broeken even sorteren op wat ik zeg maar wel gewoon vaak aantrek en wat ik niet vaak aantrek. Ik weet dat ik bijvoorbeeld deze trui bijna nooit meer draag. En mijn kersttrui die draag ik natuurlijk alleen met kerst. En dat is pas over 8 maanden of zo. Dus die kan ook lekker onderaan. Want als ik die dan bijvoorbeeld bovenaan in de kast doe, dan weet ik al wat gaat gebeuren. Dan ga ik er eentje onder pakken en dan gaat het allemaal weer door de war. En dat is helemaal kut. Dus dat ga ik even goed doen. En bij shirts dus hetzelfde. Ook kwam ik trouwens mijn oude merchandise tegen. Waaronder dus deze trui. Dit is mijn oude kersttrui van 2019. Deze blijft wel het mooiste van mijn eigen merch die ik heb. Naast de pet, denk ik. Ik vind deze echt heel mooi. En hier zo hebben we ook de normale trui. Ja, deze is wel wat minder. Deze draag ik ook eigenlijk nooit meer, deze witte trui. Maar je ziet ook echt dat het logo niet zo mooi meer is. Maar dit was ook mijn eigen merch. Best wel geinig. Deze blijft echt mooi. En ik kwam ook nog wat shirts tegen. Wie is de Mol shirt en zo. Ja, best wel geinig. Best wel geinig. Ik ga dit eventjes allemaal sorteren op wat ik nog wel draag. En wat ik dus bijna niet meer draag. Nou. Het is gewoon gelukt hoor. Ja. In 3 van de 4 vakjes is het me gewoon gelukt om alles erin te krijgen. Dan hebben we hier zoals eerst het bovenste vakje. Hebben we alleen maar t-shirts. Allemaal mooi opgestapeld. Ook op volgorde van... Dit zou ik het meeste dragen en dit het minst. Eigenlijk tot hier of zo draag ik niet eens hieronder. Dat zijn gewoon ook een paar Star Wars shirts en zo. Die ga ik niet wegdoen, omdat dat ook een beetje bij de Star Wars collectie hoort. Maar die liggen hier dus wel. En dit zijn gewoon shirtjes die ik wel gewoon aandoe. Ook het Jochem Visch shirtjes. Dus dat is mooi. Dan gaan we door naar hier zo onder. Wie is er de truien? Ja, dit is alleen het enige wat niet past. Dit zijn wel alle truien die ik net had. Alleen ik heb dus echt nog 3 truien extra. Die gaan hier niet meer in passen, want dit was echt al gewoon proppen. En dit zijn 7 truien hier zo. Dus daar moet ik wel nog iets op gaan verzinnen. Maar voor nu past dit in ieder geval. En dan hebben we hier nog de laatste. Het laatste vakje. En hier hebben we gewoon de rest. Dus broeken. En voor de rest nog allemaal andere kleding. Polootjes, zwembroekjes, gymkleding. Dat soort dingetjes. En hier is eventueel wel nog wat ruimte. Voor nog 1 trui of misschien 2. Dus ja, dat is het eigenlijk. En heb ik dit ook mooi opgeruimd. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Want zoals ik een tijdje geleden dus ook in de vlog zei. Van ik probeer... Ja, toen zei ik het een beetje van... Ik probeer mezelf te upgraden of zo, zei ik. Ja, dat eigenlijk. Ik probeer gewoon wat netjeser te zijn. Ook met opruimen en zo. En dit is ook weer een dingetje die dus mooi opgeruimd is. En dan hoop ik dat over een tijdje het nog steeds netjes is. Ja, dat gaan we dan zien. Maar voor nu is het in ieder geval netjes. Dus daar ben ik blij mee. Oh ja, ik heb hier trouwens alleen nog mijn blouses liggen. Ja, die moet ik ook nog eventjes opvouwen, denk ik dan maar. En voor de rest is de slaapkamer dan ook soort van weer... opgeruimd. Oh, ik ben hier toch even een lekkere tosti aan het maken, joh. Dit is echt heerlijk. Oh, lekkere tosti. Yo. Ik hou echt van tosti's. Tosti's zijn echt goed. Ik ga hem er wel even uithalen. Want hij is al klaar. Gewoon even zo'n tosti met knijters veel kaas ertussen. Oh, dat is zo goed. Ik kan er echt van genieten. Op wit brood natuurlijk. Bruin brood is ook oké. Alleen wit brood is toch net even wat lekkerder voor een tosti. En dit is eventjes wat ik voor avondeten ga eten. Dus dat is wel lekker een keertje simpel.
Dat is goede shit. Ik moet hem alleen nog even snijden en dan ga ik dus genieten van mijn tosti. Oh, ik hou echt van tosti's. Alleen met kaas, want ik eet dus geen vlees meer. Echt al voor 530 dagen of zo. Ik heb zo'n app die dat bijhoudt. Maar vroeger ook altijd met ham. Alleen nu niet meer. Alleen kaas. Maar dat is ook echt heel lekker. Ik ga eventjes genieten van de tosti's. Zo, dit is ook wel even lekker hoor. Mozzarella met tomaat. Oh, dit is lekker. Oprecht, mozzarella met tomaat is echt een perfecte combinatie. Eigenlijk ook nog pesto erbij, maar dat gaat wat makkelijker als het op brood is. Zelf eet ik best wel vaak mozzarella met tomaat en dan nog wat pesto op brood. Vind ik echt heerlijk, maar ik dacht voor deze keer doe ik het gewoon even lekker los. Even lekker los, mozzarella met tomaat. Lekkere snack. Ja, zo noem ik het gewoon, een lekkere snack. Voor na het eten, ik heb net echt 4 tosti's gemaakt, dus ja, ik had ook best wel veel honger eigenlijk. Ik heb nu nog steeds wel een beetje honger. Dus daarom heb ik dit eventjes lekker gemaakt. En toch nog een beetje groente. Of toch niet? Ik vroeg het mezelf net al af van, is tomaat niet een fruit? En ik had het toen even opgezocht. Tomaat is inderdaad een fruit. Dus mijn kennis daarin is wel goed, blijkbaar. Ik wist het gewoon nog. Tomaat is inderdaad een fruit. Maar wel lekker. En het wordt ook door de meeste mensen gezien als een groente. Omdat de tomaat best wel vaak gewoon met avondeten eten. En we eten ook altijd groenten met avondeten. Maar het is dus echt een fruit. Maar oh, dit is lekker. Oh. En ik zie de vogeltjes hier zo ook lekker smikkelen. Dus dat is lekker. Ja, ze stoppen nu omdat ze de camera natuurlijk zien. En het nare met deze wide angle is, kijk, het ziet er wel echt super vet uit zo. Maar ik moet echt super dichtbij komen bij de vogels, voordat jullie echt de vogeltjes goed zien. En ja, dat is wel een nadeel, aangezien ze de camera niet zo leuk vinden. In ieder geval, ik ga even lekker de mozzarella met tomaten opeten. Dat is echt lekker. Zoals jullie kunnen zien, lig ik hier zo lekker in mijn bedje. Ik ben echt ontiegelijk moe. Het was een lange dag vandaag. En ik ga gewoon lekker naar bed toe. Ik hoop dat jullie deze vlog vet vonden. Dan kunnen jullie hem natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. Laat eventjes in de comments achter wat je van de nieuwe lens vindt. Ik vind de kwaliteit echt super vet. Ik ben er echt enorm blij mee. En het ziet er naar mijn mening echt heel goed uit. Mensen, bedankt voor het kijken. Volgende week natuurlijk weer een gloednieuwe vlog. Om natuurlijk 6 uur. En dus tot volgende week. Later mensen.